Goedendag mensen. Maandag 20 april, dag nummer 38 dat we thuis zitten. Vandaag zag ik nog op tv een programma van de neuroprofessor Erik Schredder. Van mensen, we moeten onze hersens trainen. En Nel die zegt, Aad, je ziet er niet uit, dus je moet gauw uit beeld. Dus we gaan een kaartspelletje doen. Let goed op. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Ik zal het proberen zo netjes mogelijk te doen. Je ziet hier, ik heb een normaal spel kaarten. Ik ga dat verdelen in vier stapeltjes. Van ongeveer dezelfde hoeveelheid. Kom niet zo krap. Alsjeblieft, jullie ziet hier vier stapels. Ik zal hem proberen iets meer in beeld te krijgen. Zo is netjes, dacht ik. Dan pak ik dit stapeltje. Dan doe ik drie kaarten. 1, 2, 3. Die doe ik onderop. En deze drie kaarten, die leg ik hierop. Dan pak ik het tweede stapeltje. Drie kaarten onderop. En 1, 2, 3 de bovenop. Dat doe ik ook met deze. 3 onderop. 3 de bovenop. En dan het laatste stapeltje. 3 onderop. En 3 de bovenop. Let op mensen, wat ik nu ga doen. Een aas. Een aas. Een aas. Een aas. Ja, dat is toch super knap. Nou zegt u, ja, maar kan je dat ook met een boer of een zeven of een 1 of een 2? Ja. Dus als u mij een seintje stuurt van, joh, ik wil datzelfde trucje wel eens zien, maar dat er dan allemaal 7's of 4'en boven komen. Geen probleem. Denk er maar eens over na, over dit trucje. Ik wens je nog een hele fijne, gezellige avond.